En wat je ook bijvoorbeeld merkt is dat mensen die enorm goed kunnen spreken, en de bekendste, meest succesvolle sprekers in de wereld, die hebben bijna altijd een bepaalde kennis van die NLP taalmodellen die ze gebruiken om meer impact te maken. Zoals bijvoorbeeld oud-president Obama, wat je ook van hem vindt, hè, wat je politieke voorkeur ook is. Eén ding ben je denk ik wel met me eens en dat is dat hij ontzettend goed kon spreken. Right? Een fantastische spreker. Hij was zelfs zo goed als spreker dat hij in het midden van een crisis het kon hebben over dingen die misgingen en dat je alsnog een gevoel van hoop ervaart. Wat blijkt is dat de speechschrijvers van Obama, dat die allemaal NLP hebben bestudeerd en heel goed zijn geworden in dat taalstuk van NLP.